Yo, mensen, Jaraski hier. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, Jaraski Gaming. Vandaag hebben jullie een mooi verhaal. Want ik heb op dit moment, zoals je kan zien, zoals je heel goed kan zien, kapot rode wangetjes. Ik heb ook kapot harde koppijn. Ik wil ook gewoon mijn nest in. En ik zal uitleggen waarom. Maar voordat we gaan beginnen daarmee. heb ik voor jullie op de achtergrond gameplay. Een awesome Black Ops 3 potje. Gespeeld met de VMP Submachine. Wat overigens echt gewoon een heerlijk wapen is om te gebruiken. Het is dus map evac. Ground War Domination 9 tegen 9 natuurlijk. Wat uh, inhoudt dat lekker druk is. Wat inhoudt dat er lekker veel actie in zit. En wat inhoudt dat ik ook gewoon lekker als een retard. Letterlijk als een retard. Ik zat totaal niet op te letten. aan het rondrennen ben. Want. vandaag. en gisteren. Het is een beetje heel raar om dit allemaal te zeggen. Was ik namelijk bij Afrojack of natuurlijk Nick? Voor de mensen die Afrojack niet kennen, dat is echt gewoon een van de bekendste DJ's in de wereld. En ik ben al heel vaak bij hem langs geweest. Um, hij is ook op heel veel Call of Duty evenementen natuurlijk aanwezig geweest. Want hij is gewoon een echte Call of Duty fan. En we gingen gisteren naar hem toe, samen met Vincent en Santino. En we kwamen daar heel droog aan. We waren een uurtje te laat. Sorry Nick. En toen gingen we gewoon met z'n allen gingen we Black Ops 3 spelen. We hadden vier monitoren naast elkaar staan. We hadden vier Playstations na naast elkaar staan. En dat is natuurlijk echt gewoon awesome om te doen. Het is, het is leuk om in je kamer te zitten en Call of Duty te spelen. Of in je kamer te zitten en gewoon een bepaalde game te spelen. Maar het echt toffe aan gamen is. als je echt gewoon met z'n allen naast elkaar zit. En je kan ook gewoon met z'n allen, zeg maar. Um, meteen rechtstreeks communiceren. En elkaar een high five geven. En elkaar een box geven. Als er iets episch gebeurt. En dat deden wij dus ook gisteravond. Dus we kwamen daar aan rond een uur of half elf ongeveer. En we gingen dus gewoon met z'n allen, met z'n vieren in totaal. Gingen wij Black Ops 3 spelen? Allemaal naast elkaar, allemaal eigen stoeltje. Allemaal eigen monitor, Playstation, alles. Dus gewoon super chill natuurlijk. Maar we hebben dat een beetje te lang gedaan. We begonnen rond elf uur met spelen. Om twaalf uur waren we nog aan het spelen. Om 1 uur waren we nog aan het spelen. Om 2 uur. Om 3 uur. Om 4 uur. Om 5 uur. Om 6 uur. Om 7 uur. Om 8 uur. En om 9 uur dachten we eindelijk van. Nu is het genoeg. Dus we hebben in totaal gewoon 10 uur lang Black Ops 3 lopen spelen. De hele nacht door bij Nick thuis. En het was echt gewoon geniaal met z'n allen. We zaten daar te schrillen. We zaten daar te schelden. We zaten daar te lachen. We zaten daar te huilen. Want soms gaat het natuurlijk ook gewoon slecht. En het was gewoon een alles om avond. Alleen het probleem bij mij nu is een beetje dat ik natuurlijk hele rode wangens heb. En dat komt omdat ik nu op dit moment best wel lang wakker ben. Ik weet zelf nog ineens meer hoe lang. Ik ben maandagochtend om 10 uur wakker geworden. En het is nu dinsdagavond 9 uur ongeveer. En ik denk dat ik rond 10 uur in mijn bed lig. Wat inhoudt dat ik dan 36 uur wakker ben, ja. Dus. Weet je, je hebt zo'n awesome avond. Alleen dan op een gegeven moment heb je natuurlijk van. Oh ja, shit, ik ben al 36 uur wakker. Maar weet je, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het awesome was. Het gaat erom dat het super sick was. Dus sowieso een dikke shout natuurlijk naar Nick of zo, Jack. Dat we langs mochten komen. En uh, ja, de video's komen er ook aan. Want hebben we hebben ook een paar video's met z'n allen opgenomen. Wat natuurlijk ook gewoon leuk is. Dus die komen er zo snel mogelijk aan. En ja, Black Ops 3, ik vind hem gewoon heerlijk spelen. Ik ben nu bijna Precision 2. Ik heb, laten we zeggen, ongeveer. Als ik het goed uit mijn hoofd heb. 15 uur playingtijd nu. Nah, 16 uur. Ik heb nu ongeveer 16 uur playingtijd. Ik ben bijna prestige 2 op dit moment. Dus het valt nogal reuze mee. Ik doe ongeveer 8, 9 uur per prestige erover om gewoon die 55 levels te halen. Wat voor mij ja, redelijk snel is. Andere mensen zullen er misschien één dag playingtijd over doen om een prestige te halen. Weet je, iedereen heeft zijn eigen speelstijl. Iedereen heeft zijn eigen uh, routes die er loopt. En iedereen is gewoon ook uh, op zijn manier goed. Sommige mensen die knallen gewoon 80 kills per game. Die gaan heel snel level omhoog. Andere mensen die knallen 20 kills per game. En die gaan wat langzamer level omhoog. Maar het boetgene in zak, weet je. Als je maar plezier hebt in de game. En dat heb ik zeker op dit moment in Black Ops 3. De achtergrond gameplay, by the way, was een van de allerlaatste potjes die wij aan het spelen waren. En we waren hier dus al gewoon letterlijk 9 uur lang Black Ops 3 aan het doen. En ja, wat ik allemaal aan het doen was. Ik zit nu zelf ook de gameplay te kijken wat ik allemaal aan het doen was, weet je. Je moet het ook niet aan me vragen, gewoon. Ik heb echt geen flauw idee wat ik allemaal aan het doen was. Volgens mij schat ik nog best wel raak. Maar ja, je ziet er ook met die annihilator. Wat ik overigens echt een super baas specialist vind. Ben ik gewoon raak aan het schieten. Terwijl we gewoon al 9 uur lang hier op dit moment dat deze gameplay werd gehaald. Aan het gamen waren. Maar ja weet je. Fuck it. Gewoon doorgaan. Redbulletje erin gooien. Monstertje erin gooien. Mousetootje erin gooien. Wat je ook maar wil. En gewoon gaan met die banaan. En met z'n allen grillen. Met z'n allen elkaar wakker houden. En, en ik hoop ook dat we een keer op die manier kunnen gaan livestreamen of iets. Want, ja, weet je, met z'n vieren naast elkaar zitten. Met z'n vieren een eigen monitor hebben. Dat is gewoon echt episch om te doen. Uh, ik weet niet of jullie het ooit hebben gedaan. Uh, maar laat me gewoon weten of jullie het ooit hebben gedaan. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Maar dit was voor mij de allereerste keer. Gewoon bij iemand thuis met z'n vieren naast elkaar. En dat is echt... Ja, ik, vind het, ik vind het echt alles awesome om te doen. Dus, uh, ja, dankjewel Nick dat je het sowieso in elkaar hebt gefranst. Maar... De... Annihilator, zoals ik hem eerst altijd noemde. Oftewel, het One-Shot Golden Pistol Pistooltje Specialist. Zoals je hem ook kan noemen. Vind ik persoonlijk echt gewoon zo heerlijk om mee te spelen, jongen. Ik heb ook elk um, helpje en elk uh, body armor en alles vrijgespeeld voor de uh, Annihilator. Want ja, ik speel er zoveel mee, dat is niet normaal. Je pakt gewoon het pistooltje erbij, weet je wel. Pam, 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 pam. Poppa. Zes multi-kill. Gaan met die bananen je hebt weer zes kills erbij? En je hebt je shriek waarschijnlijk ook meteen winnen. Dus. Ja, die Annihilator, X zweer ik ga dat ding nog veel, maar ik ga het veel vaker gebruiken. Ik irriteer me bijna wel soms eventjes aan die Specialist, want soms zit ik op een lekker strietje, weet je wel. En dan krijg ik bij zo'n warmachine tegen je aan, dan zit je lekker op een strietje. En dan, en dan zit bijvoorbeeld iemand met die Reaper te schieten, weet je wel, met die minigun. En dan loop je per ongeluk kogels in en dan ga je weer dood. Dat vind ik zo hatelijk, jongen. Maar, weet je, die Specialist zit er nou helemaal in de game. Ik vind het persoonlijk een hele leuke toevoeging, maar je raakt er wel geïrriteerd door. Maar hou je rustig als je gamet. Gisteren zaten wij ook gewoon te schelden. Ik ben gisteren bij de week nog heel veel fans tegengekomen. Want we zijn de hele nacht natuurlijk doorgegaan met gamen. En op een gegeven moment was het, was het weer licht buiten. Want we zagen gewoon de zon opkomen. En toen kwamen we allemaal fans tegen. Dus met de microfoontje aan, weet je wel. Met ze praten, met ze gamen. Dat vond ik fucking awesome. Dus als je erbij zat in de game. En je hebt met, met ons kunnen gamen. Awesome. Gewoon letterlijk awesome dat je, dat je, dat je, dat je even mee kon gamen Want we zaten ook gewoon letterlijk met, met een lobby Weet je wel, Ground War, gewoon een normale lobby Gewoon allemaal Nederlanders in Gewoon allemaal Nederlanders En we zaten gewoon Safeguard te spelen We zaten Domination te spelen Allemaal Nederlanders Gewoon echt awesome om te doen dus uh, ja, shout-out naar iedereen die, uh, die, die, die bij ons in de lobby random is gekomen. Want dat is natuurlijk sowieso uh, awesome. Maar Black Ops 3, hij speelt gewoon lekker. Ik uh, ga er nog veel meer video's van plaatsen. Een paar mensen waren bang van: Jan, ga je nog een andere of Duty's uploaden? Uh, Jan, ik ga uh, niet meer abonneren. Want je uploadt geen Black Ops 2 meer. Black 3 is net uit. Dus ik blijf op dit moment nog lekker veel Black Ops 3 uploaden. Maar uh, ja, ik zal later ook natuurlijk weer gewoon wat Modern Warfare 3 en wat Black Ops 2, want ik wil het allemaal uploaden. Want ik ga natuurlijk niet een jaar lang uh, 3000 video's uploaden over één bepaalde game. Dus rustig aan, jongens. Teken take Teken CC. Ga ik zo meteen ook doen, want ik ga zo meteen namelijk lekker mijn bed in, want uh, ik ben echt fucking moe. <laughs> ik ben echt, echt heel erg moe. Maar uh, dat zal je wel merken aan de video's van morgen. Morgen komen de Call of Duty video's online, maar ik ben er iets rustiger in, want ik was gewoon echt. Ik ben gewoon echt kapot moe. Want ik neem mijn video's altijd één dag van tevoren, op voor de mensen die dat willen weten. Dus het is nu dinsdag, als ik het goed heb. Dus, uh, Ik heb net de video's opgenomen voor woensdag. En die komen woensdag online. Dan neem ik woensdag video's op voor donderdag. Die komen donderdag online. Dus, dan zou ik in de Call of Duty video's van morgen merken dat ik iets rustiger ben. Omdat ik gewoon echt kapot moe was. En mijn reactievermogen is ook gewoon drie keer strot. Dus, het is voor mij het beste om nu gewoon lekker te gaan lopen slapen. En dan morgen een nieuwe dag weer lekker Black Ops 3 spelen. En dan gewoon die prestige halen. Prestige nummer 2. Er zijn bij de WM mensen. Die zijn op Prestige 5, 6, 7, weet ik wat allemaal, maar dat is echt gewoon. Hoeveel playingtijdjes je daarvoor moet hebben, jongen? Yo, 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 yo. Ik kwam gisteren ook iemand tegen, die was Prestige 3. En die had echt al 40 uur playingtijd. Ik moet gewoon gaan, even midden in de video. Die had al 40 uur playingtijd. Terwijl hij die, terwijl die gewoon naar school moest en terwijl hij gewoon aan het slapen was. En, en het meest briljante was: we kwamen iemand tegen om 1 uur in de nacht. En die kende mij. Nou, awesome natuurlijk. Dan ga ik even met je lullen als dat kan. Dat kan bij Nick, bij mij thuis niet. Uh, dus ik zat met hem te praten. En ik zeg zo, ja jongen, we gaan er vandoor. Uh, dus we zien je later nog wel een keer. Dus letterlijk, om 7 uur in de ochtend waren wij nog steeds aan het gamen. Heeft die vent geslapen? Is hij wakker geworden? En is hij gewoon weer Black Ops 3 gaan spelen? Ze dus hebben gewoon 5, 6 uur geslapen. En is gewoon weer zijn Black Ops 3 opstarten. En is gewoon weer gaan prestige en gaan levelen. Nou, dat vind ik echt. Dat vind ik echt awesome als je, als je dat doet. Een beetje levenloos natuurlijk. True that, true that. Maar ja, ik ben zelf ook levenloos. Daar, ja, ik vind het gewoon awesome om te zien. Hij is gewoon geslapen. Wij zijn een heel nachtje doorgegaan. Hij is gewoon lekker gaan pitten. Hij werd wakker. En ging gewoon meteen weer Black Ops 3 spelen, ja. Dat deed, dat deed ik vroeger ook een tijd. Maar ja, ik heb er nu helaas iets minder tijd voor. Maar ja, ik vind Black Ops 3 gewoon weer heerlijk spelen. Ik heb er nu al zoveel uren zitten. Ik heb gewoon letterlijk, ja, nu meer... Oh, die gaan weer. Ik heb nu letterlijk gewoon meer uur in uh, Black Ops 3 zitten dan ik in heel Advanced Warfare heb gehad in een jaar tijd. En dat komt natuurlijk ook door middel van de beta, die ik natuurlijk heb gespeeld. Door middel van elk evenement dat er is geweest waar ik bij aanwezig kon zijn. Dus. Ja, Black Ops 3. Ik hoop, ik, ik, ik zit nu letterlijk alweer te wachten op nieuwe maps. Het is natuurlijk een beetje sneu om te zeggen. Maar er zitten altijd ongeveer 10, 12 maps in een game als die uitkomt, in een Call of Duty game als die uitkomt. En er komen dan natuurlijk nog vier mappacks uit. En in die vier mappacks heb je in elke mappack vier maps zitten. Dus er komen er in totaal nog eens 16 bij. En ja, ik vind, ik vind dat Treyarch de mappack sowieso altijd goed maakt. Maar we moeten daar nog even op wachten. Ik denk ergens in februari gaat de allereerste mappack natuurlijk uitkomen. Maar als ik eerlijk mag zijn, ik zit er nu op te wachten. Ik wil gewoon nu al een nieuwe map spelen. Ik weet niet waarom, maar ik heb elke map nu al gezien. Ik ken elke map nu ook al uit mijn hoofd. Want ik moet je natuurlijk gewoon zo snel mogelijk ook proberen te onthouden. En ja, ik, ik, ik wil het liefst gewoon lekker, lekker op nieuwe maps gaan spelen. Maar daarvoor moeten we nog even wachten. En daarvoor is het nu te vroeg. Want eerst hebben wij het potje mooi gewonnen. Met mijn VMP SMG. En dan ga ik lekker mijn bed in. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Maar ik zeg. Ik weet ook niet wanneer jullie deze video kijken. Misschien kijk je hem in de avond. Misschien kijk je voor het slapen gaan. Misschien kijk je wel bij het ontbijt. Als je bij het ontbijt kijkt. Eet smakelijk. En goeiemorgen. Als je middernacht nacht kijkt. En dit is de laatste video die je ziet. Bedankt voor het kijken. trusten En ga lekker slapen. Ik heb geen flauw idee. Jullie kunnen de video kijken wanneer je wil namelijk. Dus mensen. Allemaal bedankt voor al jullie support. Want zonder jullie support kan ik natuurlijk sowieso niet 36 uur wakker blijven. In verband met dat ik bij Nick ben. Dus ja jullie zijn awesome. Dus dank jullie wel. Tot de volgende keer mensen. Dank jullie wel voor alle support. Bye bye.